Ja, ik spreek nu nog even met Simone van Gennep hier op de Rommelmarkt ten bate van de scouting in Tolen. En Simone, ja, je geeft ook workshops, vertelde je me net. Klopt. Ja. En waarin? Nou, van alles en nog wat. Voornamelijk met textiel. Dus ja. Ik geef workshops haken met spaghetti. Dat is heel dik textielgaar, zeg maar. Kun je allerlei leuke dingen van maken. Maar ook naailes, kinderfeestjes, de kleinere. En waar vindt dat plaats? In mijn boerderij. Oh ja. Eerste Dijk in Sint Maartensdijk. In Sint Maartensdijk? Ja, ja. Je zegt mijn boerderij. Onze boerderij. Ja, maar hebben jullie thuis een echte professionele boerderij nog? Nee, we zijn geen boerenbedrijf, het is echt een woonboerderij. Ja, het is een woonboerderij. Ja. En is leuk werk. Heb je veel belangstelling voor die workshops? Ja, het begint aardig leuk te lopen. Ja. Van de week weer eentje met 8 dames, toevallig boerinnen. Dus ja, dat is heel leuk. Ja. En heb je hier wat voorbeelden liggen van wat jullie maken? Ja. Ik kom even kijken. Ja, ja en je hebt hier de diverse voorbeelden liggen van wat er allemaal... Mooie dingen liggen hier. Bijvoorbeeld een schaaltje heb ik gehaakt. Uh-huh. Dat is van het spaghetti. Dus dat dikke textiel. Ja. Dat is gewoon eigenlijk tricot. Dat zijn restjes uit de textielindustrie. Uh-huh. Als ze t-shirtjes maken of jurkjes of dat soort dingen. En dan blijven er gewoon resten over. Oh ja, vandaar. En die worden dan op grote klossen gedraaid. Ja. En dan kan je ermee haken. Oh, maar dat zijn allemaal heel leuke... Ja, en je hebt hier ook boekjes ervan, zeg maar, met allerlei patronen. Ja. Wat ik zelf al heb gemaakt, bijvoorbeeld een tasje. Ja, dat kunnen cursisten ook doen. Dat kun je in een avondje, zeg maar 3 à 4 uur. Mm-hmm. Dan heb je zo'n tasje in elkaar gehaakt. Ja, bijvoorbeeld. En zo'n workshop, dat is eenmalig of is dat meerdere malen? Om, laten we zo zeggen, de mensen schrijven zich daarvoor in. Ja, het is eenmalig. Ja. Dus er zijn eigenlijk 2 manieren hoe je het kan doen. De eerste is dat je gewoon met een groep komt. En dan heb je gewoon je eigen groepje op een avond. En dan maak ik er ook een high tea bij. Oh, ja. Dus dan is het echt een gezellig avondje. Ja. Meestal dames. Ja, ja. Met elkaar. Dus uh-huh. Ja, heren waarschijnlijk zelden. Heb ik nog niet gehad. Nee. En daar moet wat voor betaald worden natuurlijk. Ja. De schouw moet roken. Wat kost dat ongeveer? Ja, de haakwerkshow kost €32,50. En er zit dan een klos van het gaar bij. Mm-hmm. En een dikke haaknaald. Ja. Die kun je ook mee naar huis nemen. Dus dan kan je thuis ook nog mee aan de gang. Ja. Ik geef ook workshops gewoon op open inschrijving. Dus als je maar in je uppie bent of met z'n tweetjes of zo. Mm-hmm. Dan kun je daar gewoon voor inschrijven. En die zijn wat minder uitgebreid. Oh, dus dan blijven wat er overblijft aan materiaal blijft bij mij. De haaknaalden blijven bij mij. En die zijn vaak zo rond de 15 à 20 euro. Maar als je er inclusief IT bij doet, ja, dan kom je op €32,50. Ja. Oh, heel leuk zeg. Ja. Dus, nou, het creatief atelier, het oude voorhuis, zo heet het. Klopt. Workshops, naailes, kinderfeestjes, kortom, ja, van alles. En waar kunnen ze je vinden? Het adres nog een keer? Het adres is Eerste Dijk 4 in Sint Maartensdijk. Eerste Dijk 4. Op mijn website www.oudevoorhuis.nl. Oké, dankjewel. En hoe was de belangstelling vandaag hier? Ja, best goed. Ja, scouting heeft veel kinderen. Ja. Dus de interesse voor de kinderfeestjes was groot. Oh, ja. En ik heb ook wat dames aan de knutseltafel gehad. Oh ja, die zijn actief bezig geweest vanmorgen ook al. Ja. Nou, heel leuk. Ja, ik mag niet klagen. Nee. En hoe ben je daar zo toegekomen om dit op te gaan zetten? Ik doe dat al vanaf zo. Zeg maar. Maakte ik al dingen voor mijn poppen. En ik naaide heel veel zelf, voor mezelf, voor mijn kinderen. En ik ben ruim een jaar geleden begonnen met de naailessen. Workshops deed ik al wat langer. Ja, je hebt natuurlijk. Zo rolt dat vanzelf. Ja. Nou, heel interessant om te horen. Veel succes. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, de boerderij waar je woont en waar je de workshops geeft, die heeft dat ziet er nog echt, ik heb net een plaatje gezien, ziet er ook helemaal uit als nog een boerderij en die heeft ook een naam. Boerderij, ja, klopt. Ja. En wat is de naam? De naam is 8 is meer dan 1000. 8 is meer dan 1000, ja. dat roept vragen op, hè? Ja, nou, dat komt wel vaker voor bij boerderijen, want ik geloof dat er ergens op Beveland heet ook een boerderij heeft die naam. Dat betekent dat 18 hebben of 18 krijgen is meer waard dan 1000 gulden. Oh, euro's. Dat zit erachter. Welke munteenheidje maar. Oh, nou, dat is heel mooi. Ja, mooi. Dat is mooi, hè? Ja. Ja, en weet je ook uit welk jaar de boerderij stamt? 1913. Ja, dat is 100 jaar oud. Ja, interessant om daar te wonen. Vroeger was het wel een echte boerenbedrijf. Dat zou wel, ja. Hebben jullie er veel aan moeten verbouwen of veranderen? Ja, best wel. Ja. Want toen wij er kwamen wonen was stal ook nog echt stal. Ja, natuurlijk. Het hooi was er net uit. Dat dus het rook nog helemaal naar de koeien toen je er kwam. Naar de koeien, Nou, mooi. Dus we hebben dat helemaal omgebouwd tot woonhuis.
En ja, het oude voorhuis, dus vandaar ook de naam, hè? Oude voorhuis, dat was eerst onze woonkamer en daar heb ik nu mijn atelier in. Nou, prachtig. Dus, kom een keer kijken. Graag. Een filmpje maken als jullie bezig zijn. Dankjewel. Ja, ik zie u bezig met een mand. Wat ben je ermee aan het doen? Aan het omhaken, zeg je. En wat gaat er daarna mee gebeuren? Gebruik op de boodschap. Voor jezelf? Ja. Aha. Dat is een heel werk, zie ik wel. Voorbeeld voor workshops. Ja, ja, ja. En die mand, oh, dat is een mand van kunststof. Ja. Ja, ik zie het. Gerecycled plastic. Wat zei je? Gerecycled, ja. Keurig. Nou, het komt er mooi uit te zien. Ja, dankjewel.